Ik sta hier in Laren op de Kost Verloren. Straat aan de rand van Laren. Op nog geen 2-3 minuten lopen van het heidegebied. Ga je de andere kant op de fiets, 5 minuten, sta je in het dorp, het centrum van Laren. Hier achter mij zie je nummer 64. Een jaren 50 hoekhuis met een mooi groot perceel hier omheen. Ik laat je graag wat meer van het huis zien. Voordat we naar binnen gaan, ben ik eerst even in de zijtuin gaan staan. En wat ik net al op straat zei, het is een mooi perceel wat om het huis gesitueerd is. De meeste tuin bevindt zich aan de zuidkant, de zijkant van het huis. Je hebt een voortuin en uiteraard een achtertuin waar ook nog een stenen schuur staat. Nou, hier ben ik in de woonkamer en zoals je ziet een prettig licht huis. Mede doordat er een groot raam in de zijgevel aanwezig is. Het huis heeft in totaal 94 vierkante meter woonoppervlakte, verdeeld over 3 woonlagen. Zoals gezegd hier de woonkamer met een dichte keuken. Op de eerste verdieping vind je 3 slaapkamers, de badkamer en er is in de tijd een vaste trap naar de zolder gerealiseerd waar je nog een vierde kamer hebt. Het huis heeft wel wat aandacht en modernisering nodig. Maar vind je dat nou juist leuk en ben je op zoek naar een huis die je kan aanpassen zoals je zelf zou willen? Nou, dan is dit wellicht het huis wat jij zoekt. Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op kostverloren64.nl. Daar hebben we veel informatie over het huis staan, waaronder ook de plattegronden en de 360 graden foto's. Uiteraard vind je daar ook onze contactgegevens voor het geval dat je met ons het huis wil komen bekijken. Ik nodig je uit om met ons een afspraak te maken.